met deze zetdoos te beginnen. Met een shiny zetdoos en ook nog eens de hoogste CP die ik tot nu toe ben tegengekomen van alle zetdozen. Moet ik even zeggen dat het niet veel had geschild of we hadden niet gehad. Ik was door allemaal gratis reed per se en normaal gesproken ben ik dan van nou, is het echt de shiny de moeite waard? Eigenlijk niet, want ik speelde er natuurlijk niet voor. En ik heb al een 100% Ivy zetdoos. Maar mijn luckier stond nog aan als je dacht nou, voor deze de ene keer nog even dan een premium raid pass erin gooien. En het is ons gewoon gelukt, een shiny zetdoos met ook nog eens aardig goede Ivy's. 1902 is 100% en 1881 is volgens mij net 90 of net niet. Dus het wordt weer lastig. Maar ja, shiny dus, pineapple berry. Dan ook nog eens met dubbele candy sowieso. Gaan we een great show helemaal perfect. Vind ik toch altijd wel enige waarde natuurlijk. Het is een beetje lullig als je hem maar gewoon op zijn voet gooit. Dat is niet helemaal de bedoeling. En hij zit erin. Dat is hoeveel candy? 12 candy voor een zetdoos. Daar ben ik super blij mee. En natuurlijk de shiny. 12 candy inderdaad. Thundershot, Zap Cannon, ook natuurlijk een Legacy moveset. En daarmee hebben we nu 51 zetdoos candy. En natuurlijk aardig wat rare candy kunnen krijgen dankzij het event. HP als beste statistiek. En dat, mijn vrienden, betekent, zoals je hier kunt zien, dat ik een 91% Ivy Shiny zetdoos heb. Met een Legacy moveset. En het is ook nog eens de mascotte van ons team. Ik zeg, wauw. Geen flauw idee hoeveel procent dat is precies te zijn, maar dat zal ik achteraf weer laten zien. Maar een shiny zetdoos op het randje. Laten we het daarmee ophouden. Het scheelde niet veel. Hartstikke gaaf. Hij is wel mooier dan ik had verwacht. Ietsje donkerder, dus het is wel aardig goed te zien dat het een shiny is in plaats van geen shiny. Ik zal het ook nog even met anderen vergelijken. Maar het scheelde niet veel en nou, alle mensen die er zijn zal ik zo nog uitgebreid bedanken voor de waarschuwing. Maar dat is wel heel erg gaaf. Even kijken, zetdoos. Waar staat hij? Je ziet hem inderdaad al rechtsboven je scherm. Hij is ietsje donkerder dan de andere. Maar alsnog gewoon hartstikke gaaf. Mijn favoriet van de drie Legendary Birds. En natuurlijk ook nog de zetdoos van onze team. Team Instinct. Of de Legendary van ons team. Dus ik ben hartstikke blij mee. Dus nou, dat was nog maar het begin van de vlog. En dat vandaag de vlog perfect is begonnen. Blijkt maar uit het feit dat deze zetdoos 91% IV's heeft, wat echt bizar is. Laten we even gaan aanklikken, want dit is inderdaad onze shiny zetdoos die we net hebben gevangen. Ik heb het ondertussen uitgerekend en hij blijkt gewoon 91% IV's te hebben, wat echt bizar is. Zeker nog een gaaf, omdat hij ook nog een andere moveset heeft dan normaal. Thundershock, Zap Cannon. Thundershock, Thunderbolt is dan de beste moveset, maar een 91% IV shiny en ook nog eens onze mascotte. Ik ben echt super blij. Nou, we zijn ondertussen ook nog op weg naar een andere leuke Pokémon uit generatie 3. Want dat zijn ondertussen nog wel een beetje de enige leuke Pokémon die zijn gebleven om te vangen. Met onder de shinies natuurlijk. Die zat hier. Ze zeiden net dat hij ook weg was gegaan. Dat was een Ralts, was het. 1 week later. Nou, Ralts is helaas dieper gespannen, dus dat is wel een beetje balen. Maar ja, over het dubbele candy event gesproken, of eigenlijk afgelopen week. Je ziet het al, ik heb 51 zetdoos candy van al de zetdoos die ik vandaag heb kunnen doen. En natuurlijk nog veel meer rare candies kunnen krijgen, dus ik ben er super blij mee. Want dan kunnen we snel weer een items free aflevering doen en daarmee ook een power-up aflevering. Want deze gaan we ook sowieso power-uppen. Omdat die 91% IV's heeft, niet omdat die shiny is. Maar goed, dan kunnen we ook nog andere dingen doen die te maken hebben met het dubbele candy event natuurlijk. En dat is een claim en breakthrough research doen. We kunnen nog steeds een storelijst krijgen. Wat natuurlijk handig is, omdat we dit ook met dubbele candy kunnen vangen. Dus dat is zeker gewaardeerd. Ook nog 5 pineapple berries, dus we kunnen er helemaal dubbele candy van maken. En inderdaad, een mysterious Pokémon has appeared. En het is nog steeds een Snorlax. Ik ben er wel een klein beetje uitgekeken, moet ik eerlijk zeggen. Maar oké, maakt niet uit. Het is en blijft een Snorlax, wat gewoon een hele handige Pokémon is om in gyms te zetten. Of andere dingen mee te doen. Zoals bijvoorbeeld vangen met een pineapple berry bij de eerste excellent worp die je gooit. Dus dat zijn weer 12 Snorlax candy. Hij was ook nog aardig hoog qua CP, 1413. Volgens mij is dat... dat is dus niet zo hoog, dacht ik. Ik heb het nu al een paar keer laten zien in de video. De vorige video, die gaan we sowieso transferen. Want ik heb ondertussen al hogere. Maar ik weet nog steeds niet in mijn hoofd wat nou een 100% IV Snorlax is. Dus ja, dat zal ik nog weer achteraf laten zien. Maar ja, dat was zeker weer een gave breakthrough research bedoel ik. En ja, dan blijft er eigenlijk nog maar één ding over om het vandaag te doen. Tenzij er wat andere gave dingen gaan gebeuren. Dat is namelijk het hatchen van een 10 kilometer ei. Die dus ook inderdaad vanwege het event maar 5 kilometer is. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat we daar kunnen krijgen. Hopelijk kunnen we natuurlijk ook aardig wat candy voor die Pokémon krijgen. Voor een Beldum, voor een Bacon, voor een Tapinch. Zou wel gaaf zijn bijvoorbeeld. Misschien een Feebas, daar kan ik ook nog een goede IV van gebruiken. Dus ja, laten we gaan kijken wat de vlog ons verder nog kan brengen. Hopelijk vond je de intro van deze vlog leuk. Want ik heb er nog één voor je. Tenminste een soort van vergelijkbare intro/legendarische encounter.
We hebben namelijk afgelopen vrijdag een Reggie Steel raid gedaan voor het eerst. En zoals je kunt zien, ja, hebben we er verslagen. Dus hè, dan hebben we de kans om te vangen. Nou, gaat het lukken? Dat zie je zo. In ieder geval, het is mijn favoriet van de drie Reggies. Reggie Steel. Ja, geen flauw idee waarom eigenlijk. Ik vind hem dan wel het leukste design. Maar ja, in principe, je hebt er niet zoveel aan in Pokémon Go. Want het is de allerlaagste Reggie van allemaal. En überhaupt, de Reggies zijn al niet hoog en ze zijn ook meer verdedigend. Ja, omdat je ze niet in gyms kan zetten. Ja, heb je er gewoon niet voor aan. Maar goed, ik vind het nog gewoon een leuke om in de collectie te hebben. En nou, zoals je kunt zien, we hebben hem inderdaad gevangen. Dus maak je geen zorgen. Zeker wel een leuke toevoeging aan deze game, vind ik. Want ja, nogmaals, misschien dat Legendaries alsnog naar het spel komen. Dat je er misschien één per gym kan zetten. We gaan het zien. In ieder geval, ja, een beetje om deze video te vullen. Want heel veel is er nou ook weer niet gebeurd. Behalve dan zometeen nog een 10 kilometer ei. Hebben in ieder geval tot nu toe in Shiny 91% IVZ'ers gevangen. En nog een goede, of nou goede, een Registeel. Als jullie de 100% IV video hebben gezien, kan ik deze Pokémon nog zeker goed gebruiken. Vooral omdat natuurlijk ook nog het dubbele candy event van gang is. Dus ja, hopelijk kunnen we deze vangen. Helaas geen shiny zoals je kunt zien, maar de candy zijn in ieder geval wel gewaardeerd. Kijk eens aan, weer 12 candy voor onze 100% IV Bulbasaur op dit moment. Wat dan bij deze snel een Venusaur gaat worden. En ook hier weer 3 potentiële shiny chests en natuurlijk eentje waar we de candy voor goed kunnen gebruiken. Dat die niet, helaas geen shiny, maar ja, die kunnen we altijd gebruiken. Zowel voor de candy als voor eentje met de beste IV's. Dus dat is zeker geen ramp. Even kijken of we het ook kunnen vangen. Nou, een Great Show met een Great Ball. En ook meteen onze Field Research complete. Moet zeker wel lukken op een Dratini. Had ik hem een Pineberry gegeven? Volgens mij wel. Ik kan me niet meer herinneren, maar we gaan het nu zien. Dratini gevangen. Hij heeft inderdaad een Pineberry gegeven, gelukkig maar. Helaas niet de beste IV's, maar dat maakt niet uit. Dat, ja, dat is dan maar even zo. We hebben toch genoeg Dratini. Dan eens even kijken of de Murkrow een shiny is. Is dat zo? Helaas niet. Anders dan misschien Roselia. Zou wel gaaf zijn. Ook niet helaas. Nou, dan maar een 10 kilometer ei. Nou, en daar is hij dan, ons 10 kilometer ei waar we maar 5 kilometer voor hebben moeten lopen. Geweldig dus. Hopelijk kunnen we de vlog net zo goed afsluiten als dat we zijn begonnen. Dat is eigenlijk waar ik met dit 10 kilometer ei heen wil. Dus laten we snel gaan aanklikken. Natuurlijk een Bacon, een Beldum. Hartstikke gaaf, dat is eigenlijk wel de enige 2 en 4 misschien. Een Trapinch, zeker een gaaf Pokémon. Kan ik ten eerste nog een goede IV van gebruiken. Volgens mij is dat deze, alsnog niet. Hij is really strong. Jeetje mina, hoe vaak hebben we nu al gehatcht? En hebben we nog steeds geen eentje met de beste IV's. Daar word ik echt niet goed van. Maar ja, het zal er wel. Het is in ieder geval een leuk afsluiten van de vlog. Daarmee wil ik jullie natuurlijk super bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Dat wordt zoals altijd super gewaardeerd. Laat me natuurlijk zeker weten of je natuurlijk shiny Zapdos hebt kunnen vangen, ja of nee. Lijkt me hartstikke gaaf te horen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video.